outfitje is van Saar. Eerste keer Shake Shack. Dit jasje vind ik wel echt mega leuk. Wel heel cute zo, de stad heen. En je hebt hier dus gewoon allemaal restaurantjes en winkeltjes. Hey allemaal, super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Amira Cassina en het is alweer Amerika vlog 4. Wederom hetzelfde als de andere vlog. Ik heb hem opgesplitst, dus vandaar even deze intro. En hierna gaan we gewoon lekker door met de dag. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier met deze vlog. Dan heb je mogen vergeten niet te abonneren en veel kijkplezier. Goedemorgen vanaf het treinstation weer. Het is vandaag woensdag, het is 9 uur. Over 7 minuten komt de trein en we gaan vandaag een boottour doen. Circle Line langs alle spots van Manhattan. Maar we hebben die van 1,5 uur in plaats van 3. Dus we gaan half Manhattan door. Of door langs. Maar ook Vrijheidsbeeld en zo. Dus daar hebben we zien in de buurt nog allemaal dingen. Outfitje is van Sarah. Mijn spijkerjurkje, spijkerjasje. Want het is in de trein altijd heel koud. En het is vandaag echt bewolkt en regenachtig. Dus een jasje is een goed idee. Jongens, we zitten op de boot. Het is nu nog 20 minuutjes wachten voordat we gaan. Maar we hebben wel een leuk plekje hier met z'n tweetjes. Dus dat is wel goed. En de light. We gaan keep looking to the west. And we're also seeing a lot of redevelopment. Into a man-made island. De bus naar Highline Park en dan gaan we eten en ook rondlopen, toch? Shoppen. Shoppen? Nee, dat is de Soho daarna, toch? En na Highline Park gaan we naar Soho, gaan we shoppen, gaan we naar Supreme en allemaal leuke winkels, dus. Oké, de bus is erachter, maar die is net voor ons neus net vertrokken en dan komt pas over een half uur, dus we gaan lopen, 20 minuten lopen. En dan gaan we daar wat eten bij Highland Park en dan lopen we daarna door naar Soho. Maar dan pakken we waarschijnlijk een Uber, want dat is 36 minuten lopen. Veel lopen is niet erg, maar er zit een max aan mijn gemoedstoestand, warmte en voeten. Dus. Ik kan het niet meer aan, jongens. Nee, of de Subway vanaf dan, of een Ubertje, want ik trek het allemaal niet meer. Ik heb het ook zo heet. Oh. Maar goed, we klagen niet, want we zijn in New York. Jongens, eerste keer Shake Shack. Lekker. Oh, dit ziet er echt wel heel goed uit. Is het niet een power Shake Shack? Jawel. Wel? Ja, dit is speciaal. Dit heb je niet in Nederland. Jongens, ik ben echt verbrand op die boot. Echt erg. Maar we zijn in de Zara en ik heb een hele hoop leuke dingen, dus we gaan passen. Nee, dit is niks. Nee. Nee, jongens, dit broekje is heel leuk, maar hij schijnt zo erg door.
never. En deze body is ook leuk, maar niet echt een aanvulling op wat ik al heb. Dus nee. Dit jasje vind ik wel echt mega leuk. Ik heb hem nu in een... Welke maat heb ik aan? In een L. En hij is hier $70. Maar in Nederland is hij €50. Dus ik ga hem wel bestellen. Maar dit vind ik wel heel leuk. Gewoon met een witte top en dan een spijkerbroek. Ja, dit vind ik wel leuk voor werk straks. Jongens, gegeten. Even bij de Zara gekeken. En nu gaan we naar Highline Park. Dat zit denk ik daar. Daar. En dan gaan we niet naar Soho, want dat zouden we doen. Maar we zijn erachter gekomen dat de Supreme winkel vandaag dicht is. Dus dan kunnen we beter naar Soho gaan wanneer die ook open is. Want daar willen we ook heen. Dus misschien dat we dan morgen gaan of morgen naar... Huntington. Nee. Hoe heet die nou? Brooklyn. We gaan nog even een planning maken. Of inderdaad een dagje bij Long Island, waar we verblijven in de buurt. Dus we gaan even een planning maken. En nu naar Highline Park. En dan zien we daarna wel weer verder. Maar het is zo heet, jongens. En ik ben echt een kreeft. Nou, trappetje omhoog en we zijn er. Dus laten we die kant op gaan, joh. Nou, en dan kom je hier uit. Oké, het is wel heel cute zo over de stad heen. En een hele roze boom. Dat is wel echt mooi. Rondje lopen? Oh, ik denk juist dat we die kant op moeten. Ik denk juist die kant. Nou, jongens, en dan loop je een stukje door. Holy moly, zo hoog. Het ziet er wel tof uit hier, hè? Ja. Kom. Ja, terug. Helemaal niet. Waarom moet die door? Kom eens. En je hebt hier dus gewoon allemaal restaurantjes en winkeltjes. Wat is dit leuk hier. Het is, hoe laat is het? Half vier. En we zijn klaar bij de Highline Park. En we dachten, we gaan gewoon terug naar het station. En dan nog even een donut halen bij Krispy Kreme. Maar schijnbaar zit dat maar op 8 minuten loopafstand. Dus we hebben gewoon echt een rondje gemaakt vandaag. Ik zag de bui al hangen dat we weer 40 minuten moesten lopen of zo. Maar nee, gewoon 8 minuutjes. Dat is toch top? Dus we gaan nu een donut halen bij Krispy Kreme. Oh, dat vliegt op mijn oog. De vinger? Nee, die vliegt niet. En dan hebben we dat ook geprobeerd vandaag. Ja. Dus ja, Jordi en ik hadden het er net over. We hebben het gevoel dat we niet productief zijn hier. Omdat we best wel weinig zien op een dag. Terwijl we eigenlijk ook wel weer heel veel zien. Alleen, er is gewoon nog zoveel van New York wat we niet gezien hebben. Dat is echt bizar als je daarover nadenkt. Maar, ach ja. We kunnen wel heel veel... We hebben al heel veel dingen van ons lijstje afgestreept. Dus ja, dat scheelt. En de rest zit allemaal wel een beetje bij elkaar in de buurt. Maar ja, we gaan dus thuis even een goede planning maken voor de komende dagen. Dat we iets meer doen. Maar het is gewoon zo warm en alles is gewoon zo ver lopen. Dat schiet gewoon niet op. Toch? Nee, zeker niet met jou als vriendin. Hè? Oh, ja, ik heb... Het is zo warm. Oh Jordi, even in de schaduw zitten. Ja jongens, ik heb het heel zwaar hier. Ja. Hey, dit is... dit is Penn Station. Ja. Dit is de ingang van het... Of een ingang van het station waar we altijd heen gaan. Maar we gaan nu een donut halen. Maar ja, ik heb het gewoon zwaar daar hier. Daar is wereld wel energie voor. Jongens, een donut. Ja, ik heb het gewoon zwaar hier met die warmte. Het is gewoon denk ik 32 graden. Benauwd. Het valt me zwaar. En dan ook nog zoveel lopen. Maar, je bent een vrouw, hè? Dus lekker klagen gaat het is ook makkelijk. Het is wel echt... Dan leg ik al je vrouwelijke kijkers tegen me. Het is wel echt een hele leuke stad. En ik vind het wel echt super leuk om hier te zijn.
Maar ik had het wel allemaal wat minder zwaar verwacht. Maar jongens, Krispy Kreme konden we niet vinden. Dus een Dunkin' Donutje. Jongens, ik ga bij deze de vlog afsluiten. Want ik ga vandaag een nieuwe beginnen. We staan weer op het treinstation. We gaan vandaag naar Soho. Maar de vlog wordt anders wel heel lang. Dus hierbij deel 2 van Amerika. En eigenlijk deel 1 van Manhattan. Dus we gaan hem afsluiten. Dus dankjewel voor het kijken. Vond je hem wel leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende video. Mwah. Ooh.